Ik tel de sterren boven mij. Elke nacht twee of drie die zich willen laten vallen. Spring op mij, dans met mij, vrij met mij. Promotieteam Hassan's Angels. Wij gaan een campagne voeren die wel werkt. Ik ben Ingie Pamuk en vanavond voeren wij campagne voor de ideale actie Goed Nieuws uit Nederland. Weg met de Marokkanen. Nee, Elwan. Wij willen vanavond juist de ambassadrices zijn van alle allochtonen in Nederland. Leven de Turken. Ja, ook. Maar laten we om te beginnen eens bekijken hoe is het eigenlijk gesteld met de integratie van de verschillende allochtone bevolkingsgroepen. Kut. Wat? Zwaar kut. De voorstelling gaat over, kijk, wij zijn twee vrouwen, twee allochtonen, twee cabaretiers, comediennes. En wat wij meemaken, hoe wij ons over onszelf en over, over het leven van anderen voelen. Al 15 jaar lang worden wij Nederlandse vrouwen van Turkse afkomst. Turkse vrouwen van Nederlandse afkomst. Luister, het is maar hoe je het voelt. Ik ben gewoon Nederlandse van Turkse afkomst. Ik ben hier opgegroeid. Ja, ik voel me 50-50. Nou, jij bent mijn helft, dus nou ja, weet ik veel. Goed. En het gaat ook over het beeld wat men heeft van allochtonen. Zo, ja, is wat in drukte zeg. Het lijkt net of er steeds meer moffen naar Antalya komen. Ik dacht dat de Duitsers een hekel hadden aan Marokkanen. Lieve schat, we zitten in Turkije, Beb. Marokko, dat was vorig jaar. Verdiep je nou eens een keer in de landen waar we naartoe gaan. Nou, zie jij het verschil? Men heeft het idee, Turken zijn niet geïntegreerd of Marokkanen zijn niet geïntegreerd, problemen. Maar aan de andere kant zetten wij wel een show neer waarin wij allerlei accenten spreken, Nederlandse accenten, waarin we ja, misschien zelfs ingeburgerder zijn dan de gemiddelde Nederlander. Dus dat zou je ook als het goede nieuws kunnen zien. Blaf eens. Waarom? Ja, je komt toch uit het asiel? We mogen geen honden op de kamer. Wat? Een eigen kamer? Jeetje, en je spreekt nog ineens fatsoenlijk Nederlands. Je hebt niks over mij, een nieuwe bikini gezegd. Ja, ik vind hem wel leuk, erg push-up. Alleen, het lijkt net of je lijf aan je siliconen hangt. Oh, kijk eens, is dat niet Ali Snorremans, onze barme? Oh, dat is hem. Ali! Ali! Joehoe! We moeten een liposuctie ondergaan. Ja, waar een lip. Er waren laatst vrouwen die zeiden wat sympathiek dat jullie je buik laten zien. Dat jullie dat durven, zeiden ze. Maar dit is niet leuk. Ik heb helemaal niet het idee dat onze achterban, dus als je het hebt over de allochtonen, dat die ons te vrijgevochten vinden. Nee. Want wij alles wat we doen, doen we ook altijd vanuit respect. Spread joy up to the maximum. Bring gloom down to the minimum. Have faith or pandemonium. Liable to walk upon the sea. Onze familieleden vinden het helemaal te gek.
Ja, je vader heeft nog niet gekeken. Haar moeder die zei, jullie gaan toch niet, nooit jullie kont laten zien of zo in een show? Toen zeiden we, nee. En dat doen we dus wel. Althans, zij. Ik niet, want ik heb mijn moeder beloofd. Zou jij nou avonturen? Ja, avonturen! Kom maar. Ik ken de weg. In een refugee camp zijn alle dagen leuk. Want je doet er survival. En je moeder wordt geneukt. Je drinkt er shit uit een plastic kop. Krijgt luizen op je kop. Eten is er niet, dus het hoeft niet op. Je moet met je billen bloot voor een stuk schimmelbrood. En anders ga je dood. La 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 la. Kom maar, ik ben bekend. Ja, van Sesamstraat. We zijn vooral gek op comedy. Ja. En het leuke is dat wij dezelfde humor hebben. Ja. Gelukkig maar, want we zijn een duo. Anders waren we geen duo. We hebben dezelfde humor en wij zijn gewoon bezig met leuke programma's maken. Cool, hè? Hartstikke! Ik heb kaarten! Helemaal de eerste rij. Jeetje, man, Elwan, we zijn wel de enige hier, zie je dat? Enige? Ja, het zit helemaal vol. Hele Ahoy zit vol. Dat krijgen wij niet vol, hoor. Nee! Ik, ja, aanhangers, het lijkt wel een sect hier. Ik bedoel, we zijn de enige buitenlanders. Nou en, doe gewoon mee. Moet je kijken, eerste rij, allemaal Mongolen. Nou ja, je gaat tenminste toch geen Mongolen noemen? Nee, ik bedoel gewoon, ze hebben het syndroom van Down. Frans Bauer staat bekend om fans, die zijn Mongolen. Ja, maar dat bedoel ik nou. Ja. Die man, die houdt van ons allemaal. Mensen, Mongolen, allochtonen, die man is net Jezus. Als je wilt...